Ja, ik vind het moeilijk om het te beschrijven. Weet je. Gewoon als mensen vragen, ja, waar gaat het over? Gewoon, ik ga niet zeggen van, ja, het is een soort van politiek kritisch beeld. Op de, weet je, dat iets. Het is gewoon, ja, ik zie het gewoon en ik ga gewoon lekker... Het is vrij simpel ingesteld. Hoe ga je te werk? Met spuitflesjes eigenlijk. Gewoon, ik werk altijd in keukens. En dezelfde spuitflesjes die je gebruikt om een bord op te maken... Dat, ja, die doe ik nu op Canvas. Ja. Ik heb het tot nu toe nog niemand zien doen. Dus ik dacht, ja, weet je, hoe nou? Maar het Canvas ligt vaak op de grond. Ja. En dan sta je er al dan niet gekleed op. Jazeker. Op dat canvas. Jazeker. Met enorme klotters. Ja. Ja, het botst nogal bij mij thuis. Want gewoon, ik woon samen met mijn vriendin in een studioappartement van 40 vierkante meter. Zij doet iets in het bankwezen, hè, toch? Ja, die werkt thuis. En soms zijn die schilderijen van die zijn dan 2x3. Dus ja, dat botst nogal een beetje wel. Dus, en dan komt zij thuis zit het hele huis onder de verf. Onder andere, ja. Ja, ja de woonkamer is wel vernietigd. Joh. Je hebt wel 2 jaar een kunstopleiding gedaan. Ja. Maar als ik de kunstkennis mag geloven... Die beschouwen je toch bijna als een soort autodidact. Of in ieder geval een hele primaire schilder. Fancy. Wat zeg je? Fancy. Heel fancy. Okay. Oh ja, dat lees je toch terug? Is dat niet waar? Jawel. Nee, ik doe mijn best. Maar het interessante is, omdat die vergelijking ook met Vincent van Gogh werd gemaakt. Namelijk iemand die wel zich probeerde te conformeren aan de regels van de schilderkunst. Maar dat niet zo goed kon. En toen toch uiteindelijk in het tweede deel van zijn leven zijn eigen gang is gegaan. Ja, misschien kan het wel kloppen. Ja. Want gewoon, ik werkte eerst ook altijd gewoon met kwasten. Maar ik heb er toch gewoon het geduld niet voor. Dus who knows. Misschien is dit de next chapter.